wat vooraf ging in goede tijden, slechte tijden. Oké, bye. Oh, ik zal de volgende keer iets minder hard gillen. Wiet en ik zijn gewoon vrienden, we hebben helemaal niks met elkaar. Ik kom nou ook net tegen en het is gewoon voorbij. Ik weet het zeker. Ik zal hem gewoon even met rust laten. Hij is nog veel te kwaad. Jullie moeten hier uitkomen. Ik kan het niet. Praat met hem. Je doet dus de sleutels in het hoesje. Dan zet je het hoesje vast met het haakje aan het oogje wat in de tas zit. Ja. En klaar? Ja. Je hoeft niet meer te zoeken naar de sleutels. Ja. Ja? Nou, ik weet gewoon zeker dat die Fleur straks anders gaat bestellen. Hé, hey, vind je het niet vervelend dat ze hier wilde afspreken? Omdat hier een jongen logeert die niet meer weet wie het beste is dat hem ooit is overkomen. Nou, ik had het zelf niet beter kunnen verwoorden, schat. Ik ben dan ook in de leer bij de beste lerares van het westelijke halfrond. Alleen van het westelijke halfrond? Ja, verdomme, echt hoor. Ik ben meteen weggegaan. Ze waren gewoon... Goede tijden, slechte tijden. Praten. Ja. Of schelden en daarna praten. Maar zoek hem op, Rick. Hij mist jou net zo erg als jij hem. Of wil je niet dat het goed komt? Diep van binnen wil ik hem net zoveel pijn doen als hij mij heeft gedaan. Zolang ik dat voel, heeft praten geen zin. Niets doen ook niet. Niets doen? Ik ben constant bezig om mijn haat te onderdrukken. Om Charlie weer te vertrouwen, om mijn gezin. Ricky Hater. Hij heeft zoveel meer kapot gemaakt dan alleen mijn relatie. Maar dat hebben hij en Charlie samen gedaan. Ik wil door met Charlie, dat is wel ingewikkeld genoeg. Ja, misschien in de toekomst, maar ik kan hem er nou gewoon niet bij hebben. Het is Ricky, Charlie, Valentijn. Die zijn belangrijk. Een vriend van mij die kon het dus met vijf van die dingen. Ja, en dan zeker laten vallen. Zullen we darten? Ja. Hey. Kan ik even met je praten? Nee, ik wil niet met je praten. Kom, we gaan. Ja, dat is goed, maar ik moet eerst nog even plassen. Dan gaan we, ja? Ik zeg toch niks tegen je. We zouden gisteravond samen wat eten. Ik eet nooit meer iets met jou. Nooit is lang, hoor. We kunnen toch wel gewoon af en toe wat eten met me. Nou, misschien moet je lekker met Charlie gaan eten. Hè? Die is overal wat voor in. Ik niet. Ik wilde Rick geen pijn doen. Dat zeg je. Dat is zo. Als dat zo is, dan snap ik ook echt helemaal niet waarom je het gedaan hebt. Ik ook niet. Totaal niet. Dat is ook het. Dat is ook het idioot gedaan. Papa is een wrak. Jij ook. Hoe erg ik het ook vind, ik weet echt niet of het nog goed gaat komen tussen je vader en mij, maar ik bedoel, wij, we kunnen toch. Ik zou dit echt graag anders zien. Ik eigenlijk ook wel. Af en toe heb je eten of zo. Maar als je het niet eerlijk vindt naar je vader toe, dan moet je het ook echt niet doen. Nee, het is niet mijn ruzie, het is jullie ruzie. En af en toe wat eten samen, dat moet ook kunnen. Maar ik vind je nog steeds een grote eikel. Kom hier. Dankjewel, hè. Ja. Doeg. Doei. Hallo. Hey, dag. En? We gaan binnenkort weer wat eten samen. Mooi. We zitten stamvol vanavond. Helemaal geen slechte naam door die idiote inval. Hé, hey, ik geef een hele vette discoparty in mijn club. Dus heb je misschien zin om te komen? Of ga je me nu opeens boycotten omdat ik met je broertje ga?
Nou, ik hou zelf niet zo van dat nichterige gedoe. Maar disco is toch niet nichterig? Dat is juist vet. Nou, misschien moet je me daar maar eens van overtuigen. Heb je zin om te gaan? Dag, ja. Nou, twee keer. Goed. Ik dacht dat er niks was tussen jullie. Dat is er ook niet. Nee, kom, klop aan. Nee. Ah, schat, kom. Hey. Hi. Wiet die vertelde net dat ze een kamer is ingelopen waar twee bejaarden bezig waren. Oh, zeg maar. Zo wit. Ik zag ook echt twee van die gebitjes in de gang staan. Ah, verdamme. Ja. Hey, die ken ik. Dat is Danny. Ik ben zo terug. Yo, Hellemans. Je zou bij mij uit de buurt blijven. We hadden alleen maar lol. En waar eindigt dat? In bed? Hij wil je niet meer. Deal ermee en laat mij met rust. Hij is van mij. Sorry. Wat is dit? Het is helemaal niets. Ze denkt dat ik je inpik. Er valt helemaal niks in te pikken. Laat me met rust. Je helpt jezelf niet mee en mij al helemaal niet. Kom, we gaan. Ja, ik fris me even op en dan ben ik er weer helemaal. Jack, wil jij hier eigenlijk wel eten? Volgens mij zit je alleen maar met je gedachten bij George. En daar kan natuurlijk weer geen kreeft tegenop, hè? Ja, vind je het vervelend dat ik me zorgen over te maken? Ik vind het stom. Nee, ik vind het alleen heel stom als we deze date doorzetten zonder er optimaal van te genieten. Nee. We gaan naar de toe. Maar daarna eten we kreeft, oké? Okay? In bed. In dit hotel. Want ik heb wat ruimte nodig en wat Jack en Lorena tijd. Oh ja? Ja. Nee, maar goed dan. Ja joh, een hele banaan had ze op. Of nou ja... De helft dan, want de andere helft had ze fijn in haar haar gesmeerd. Oh. Ja. Is die van de vader? Nou, kwam Ricky nog tegen trouwens. Ja, ze wil weer af en toe met me eten. Oh. En ze vindt me nog steeds een enorme eikel. Fijn. Wat, het eerste of het tweede? De tweede, want je bent ook een eikel. Dat is misschien wel een beginnetje. Als Rick ziet dat Ricky niet meer zo boos op je is. We moeten haar hier buiten houden. Nou, dat kan niet meer. Volgens Rick haat ze Charlie. Ja, ik ben toch naar hem toe gegaan. Ik zei dat ik niet wilde dat je ermee zou bemoeien. En nu denkt hij zeker dat ik je op hem heb afgestuurd. Nou, dat dacht hij in eerste instantie. Nou, fijn. George, dank je wel. Hartstikke fijn. En hij mist je. Hij is alleen ontzettend kwaad en dat is natuurlijk ook niet zo gek. Oh, staan jullie ineens aan zijn kant? Nee, natuurlijk, het heeft helemaal niks met kwaad. Als jij zegt tegen mij dat je niet naar hem toe gaat, dan vertrouw ik je ook gewoon dat je het niet zal doen. Ga jij het over vertrouwen hebben? Ze zei dat hij me miste. Geloof je? Ja. Alleen hij kan er nu weinig mee. Hij is keihard aan het werk om zijn gezin bij elkaar te houden. Maar je hebt weer contact met Ricky en daar is hij hartstikke blij mee. Dat weet ik zeker. Hij wil ook niet dat de hele familie uit elkaar valt. Cadeautje voor me gekocht. Oké, laat me raden. Je hebt al je zakgeld er doorheen gejaagd om een leuk jurkje te kopen, toch? Nou, dat is heel toevallig dat je dat zegt. Kijk eens. Dat is gaaf, hè? Dat was maar 5 euro. Zo vanavond, want er is disco en dansatoria en ik heb ook nog nieuwe hakken. Is het niet een beetje gewaagd? Pap, alsjeblieft. Nee, niks. Alsjeblieft. Ik wist niet eens wat van een discofeest af. En de afspraak is eerst overleggen. Ja, maar ik weet het zelf pas net. Met wie ga je? Als je al gaat. Met Sjoerd. Oh. Ja, begin nou niet weer. We waren samen in de Koning en... Danny was er ook. Waarom ga je dit elke keer doen als zijn naam valt? Nu even niet, oké? Hij voelt zich net zo rot als jij. Dat zal wel. Echt,
Je praat niet eens met hem. Ja, vind je het gek na alles wat er is gebeurd? Je kunt hem wel overal de schuld van geven, maar Charlie is net zo goed. Oké, hou je mond! Nee! Hij heeft jou niet expres pijn gedaan. En ik geloof hem, want jij gelooft Charlie toch ook? Zij is mijn vrouw. Danny is je broer en ook mijn oom. Dus ik ga gewoon weer af en toe wat mee. Nee, jij gaat niet! Ricky! Oké, je komt de deur niet uit vanavond. Huisarrest! Oh, dat wordt echt een heel grote opdracht. Die kleur die hing aan je lippen. Misschien moet ik maar lesbisch worden. Bij de vrouwtjes scoor ik wel. Nou, hier al heb je gevoel voor humor nog. Misschien ben ik wel gewoon mijn touch kwijt. Lieve schat, iedere jongen valt stijl achterover zodra hij jou ziet. Behalve Noot. Waar die nu weer op valt, waarom ziet hij toch niet dat zij alleen maar bij hem is omdat ze gedumpt is door die Edwin? Wat hadden wij nou afgesproken? Niet gaan zitten wachten op een man, maar focussen op wat echt belangrijk is. Hijzelf en tasjesdief. Dat lukt niet. Wat interesseert mij nou een haakje voor je sleutelbos of een hoesje voor je tampons? Lucas, ik ben niet in de stemming. Een discofeest? Nee, sorry, geen zin. Maar jij heel veel plezier. Hier, iedereen lol, behalve ik. En waarom ga je dan niet gewoon mee voor de afleiding? Ja, misschien moet ik nou het wel gewoon zijn gang laten gaan met wiet. Ik was al eerder op haar afgeknapt en het gebeurt natuurlijk weer. Alleen heb ik dan niet gepusht. En dat vindt hij natuurlijk fantastisch. En dan biedt hij zijn excuses aan. Houd op! Ik sta niet toe dat je jezelf gek maakt met die onzin. Nou, dat kan toch? Ja, de kans van 1 op 1 miljoen. Ja, bij jou en Danny misschien, maar Nout en ik... zijn uit elkaar. Hey, ben je nou pas klaar? Ja, eindelijk. Laura die vond het wel dat ik even alle minibars ging uitzoeken. Maar, heb ik wel dit voor jou meegenomen. Nee. Dag, kan je nog. Ik ben misschien wat herinneringen kwijt, maar mijn goede humeur heb ik nog. Dat had anders makkelijk gekund hoor, naar die huizen met Dina. Ik had misschien mijn mond moeten houden, maar ze ging zo uit haar plaat. Typisch. Ik snap het ook wel. Eerst hoort ze van Lucas dat we samen in bed hebben gelegen en daarna ziet ze ons weer samen. Ze bedreigt je. Ze scheldt je verrot en je neemt het nog voor de roep ook. Ze is gewoon verdrietig. Ik ben gewoon blij dat ik niet in haar situatie zit. Je moet jou niet boos maken. Nou, A, ze verdient het om even de harde waarheid te horen. En B, jij maakt me niet kwaad. Je hebt het zo anders. Oh. Nou, zij is egoïstisch, jij niet. Nou, soms wel hoor. En bij haar moet altijd alles op haar manier. En jij geeft mensen gewoon de ruimte. Echt, dat ik ooit iets in haar gezien heb, daar kan ik met mijn kop niet bij. En misschien was je toen je verstand wel kwijt en niet nu. Nou, ik heb boerenkool gekookt voor een heel weeshuis. Dus als jullie mee willen eten, dan kan dat gewoon. Oh, dat is heel lief van je. Maar wij zetten straks onze tanden in een sappige kreeft. Nou, hoe gaat het nou eigenlijk met Lana? Heel goed. Mm. Ja, ze ligt lekker te slapen nu. Je had haar moeten horen net. Hele verhalen in een bedje. Maar hoe gaat het met jou? Ik hoorde dat je een beetje overstuur was. Ja, maar dat is weer over. Nou, dat lijkt me stug. Ja, je voelde je toch gebruikt door Bing? Ja, maar ik realiseer me nu dat dat helemaal niet zo is. Er is niks veranderd aan de situatie. We hebben ons gewoon even laten gaan. Nou, hartstikke goed. Dan is dat ook weer de wereld uit. Nou ja, ik ben er niet helemaal van overtuigd, hoor. Hoe vind jij dat het gaat met Wiet? Goed, want... Nou ja, we zouden op haar letten, natuurlijk. Maar doen we dat wel genoeg? Ja, jongens, als jullie straks nog meer op haar gaan zitten, dan wordt ze helemaal gek van je. Want we weten dat ze weer werkt. Mm-hmm. Maar verder, weten wij nou echt waarmee ze bezig is? Of met wie ze omgaat? Of ze wel gelukkig is? Het is natuurlijk net uit met Edwin. Ja, nou, misschien is dat van die boerenkool toch niet zo'n slecht idee. Als jij dat oké vindt. Hé? Ja, nou, waarom zouden we kreeft eten als er ook stamppot met worst is? Ja.